Bijna 3 jaar zijn er voorbij gegaan sinds de februari-ramp, die onder andere op Schouw en Duiveland zoveel onheil aanrichtte. Niet alleen dode bomen, maar ook tal van houten noodwoningen en ruïnes herinneren op dit Zeeuwse eiland nog aan de verwoestingen. Maar er is en er wordt nog steeds veel en hard aan de opbouw gewerkt. De herbouw van kerken bewijst dat het leven zich op alle terreinen herstelt. Overal op dit eiland is men bezig met de vervanging van alles wat in één nacht onherstelbaar beschadigd werd. Bij dit werk kan het rampgebied het niet stellen zonder hulp van buiten. Een prachtig voorbeeld van hulpvaardigheid hier betoond is de nieuwe boerderij die deze dagen in tegenwoordigheid van de commissarissen der koningin in Friesland en Zeeland, de heren Lindhorst Hooman en de Kazenbrood, aan de stichting Proefboerderij in Zeeland werd overgedragen. Deze nieuwe hoeve is een geschenk van de Friese boeren aan Schouw en Duiveland. Het is een bijdrage tot het herstel van de landbouw, die op Schouw en Duiveland nog altijd het belangrijkste middel van bestaan is.